De plannen voor een woontoren in Rijdiephaven zijn opnieuw aangepast. Eerst was er sprake van een brede toren van 60 meter hoog. Daarna kwam er een plan voor een toren van 52,5 meter. De bewoners bleven fel tegen. De raad stuurde wethouder Roeland van der Schaaf terug. Ze wilde meer draagvlak voor de plannen. Nu wil het stadsbestuur op de begane grond sociale woningbouw en meer naar het westen een woontoren voor appartementen in de vrije sector. Het gebouw komt verder van de haven af, maar de definitieve maten zijn nog niet bekend. We gaan wel een aantal dingen echt heel anders doen. Dat betekent dat we het gebouw verder van de haven gaan af neerzetten. Dus het gaat verder terug, waardoor de impact van het gebouw op de haven behoorlijk terug gaat. En we gaan ook het hoge deel van het gebouw gaan we in volume terugbrengen. Dat kan betekenen dat het wat lager wordt. Het kan waarschijnlijk wel. Het kan ook betekenen dat het nog wat ranker wordt. Nou, daar gaan we uiteraard met bewoners en de ontwikkelaar over in gesprek en de architect om te kijken hoe we dat doen. Maar daarmee wordt de impact van het gebouw op de haven aanmerkelijk minder, dat het teruggaat en het volume minder wordt. Ja, dat betekent ook wel dat het aantal woningen minder zal worden. De verkeersafwikkeling was een van de zorgen van de bewoners. Het wordt echt problematisch als straks de aansluiting die via de Hoge Weg er nog is op de Westerskerringweg, als die ook zou verdwijnen. Dus we hebben gezegd, randvoorwaardelijk is dat op het moment dat de Westerskerringweg wordt aangepakt en ook die aansluiting in de Hoge Weg verdwijnt, dat er een nieuwe verkeersafwikkeling moet komen voor de Rijdiephaven. Daardoor is het effect van de woontoren niet heel, maar gaat de wijk er als totaal zelfs op vooruit als het gaat om verkeersafwikkeling. Vanmorgen heeft de wethouder de bewoners ingelicht. Ik heb vanochtend met een delegatie van de buurt gesproken, nog voordat ik de plannen ook bekend heb gemaakt. Gemengde gevoelens denk ik. Aan de ene kant is men blij dat er wel op een aantal punten natuurlijk geluisterd is naar de omwonenden. We zijn echt op een aantal punten zijn we ze tegemoet gekomen. Dus het gebouw wordt ook bescheidener, verder van de haven af. Ja, nog steeds komt daar natuurlijk een volume, ook wel redelijk relatief hoog ten opzichte van wat er al staat. Dus daar zal men denk ik minder blij mee zijn. Maar kijk, ik heb wel een goed gevoel zeg maar, over hoe we het hele proces hebben gedaan, op de wijze waarop we bewoners hebben betrokken. En wat ik mooi vond om te horen was dat zij, ondanks dat ze ongetwijfeld wel wat bezwaren hebben, wel graag mee willen denken bij het definitief maken van dit plan, zodat ook de wijk er zo goed mogelijk afkomt. De wethouder denkt dat de raad nu wel akkoord gaat met de plannen. De raad vond eigenlijk dat het plan zoals het lag onvoldoende, dat er nog een aantal dingen uitgezocht moesten worden voordat men eigenlijk groen licht wilde geven om dit om te zetten in het bestemmingsplan. Nou, dat hebben we gedaan en dat heeft dus geleid tot een aantal aanpassingen. Gebouw verder af van de haven en het volume bescheidener. En ik denk dat we de raad nu kunnen overtuigen dat we op basis van hiervan in overleg met bewoners kunnen komen tot een bestemmingsplan.